Dus ik heb net jou aangehoord. Ik zei, het was onder de indruk hoe jij het vertelde. Die watervallen woorden, dat was prima. Wat ik eigenlijk mis is eigenlijk, ik ben, wat ik al gezegd, in 2011 lid geworden van deze partij. En ik ben lid geworden van het uitgangspunt van deze partij. En als je lid wordt van een partij, dan wil je eigenlijk ook trots zijn op deze partij. Ik ben op dit moment niet trots op deze partij. En waarom ben ik niet trots op deze partij? Onze partij komt veel te vaak negatief in het nieuws. Ik denk dat het plan van 2015 het eerste plan moet zijn dat we met z'n allen ervoor zorgen dat 50PLUS weer heel positief in de media komt. Dat mensen weer vertrouwen gaan krijgen in onze partij. Hoe je dat gaat doen, want het bestuur heeft daar een hele grote taak in. Als wij met z'n allen kunnen zorgen dat partij 50PLUS weer een partij wordt die geloofwaardig is, waar mensen vertrouwen in hebben, dan gaan die mensen automatisch stemmen op die partijen. En het is niet zo van, dat kan je meer gevoel, ze zijn bang van ons, wij zijn klein, ze zijn bang voor de groot, ze zijn niet zo heel bang. Want wat doet de SP? Die gaat op ouderen op hun agenda zetten. Wat doet de PVV? Gaat de ouderen op hun partij zetten. Iedereen is daarmee bezig, maar wij, beste mensen, moeten ervoor zorgen dat wij trots zijn op onze partij. En denk niet alleen aan de pensioenen, maar er zijn veel meer dingen. Denk aan de zorg. Denk aan de toekomst. Als ik ben nu 62, ik denk niet aan mijn pensioen. Ik denk, hoe moet het straks in de 80 zijn? Wat gebeurt er dan met mij? Mijn kinderen die worden misschien wel, één woont in Amerika, de andere woont in Amsterdam en de andere woont in Groningen, maar die woont niet in Griekenland. Dus wie gaat voor mij zorgen, wie gaat voor mijn vrouw zorgen? We hebben het gezien op de televisie wat er gebeurt. Daar, partij, daar moeten jullie voor inzetten. Dat is jullie taak. Prima. En niet zozeer de pensioen. Dank u wel. Dank u wel voor uw bijdrage. Dan stel ik voor om...